Koesert, ADO Den Haag komt op een 1-0 voorsprong. En dan denk je, ADO gaat doordrukken. Dat is ook het geval geweest volgens mij. We maken... Maar niet in de eerste helft. Nee, goed, het is een kwestie van de zaak om die 1-0 vooral vast te houden naar de rust toe, zeg maar. Uit bij Topos kregen we nog een doelpunt tegen vlak voor rust. Dus misschien dat dat een beetje meespeelde. Maar uiteindelijk hebben we uitgebouwd. En volgens mij de tweede helft waren we alleen maar op hun helft. Waren we dominant. Dus al met al. Voor de eerste helft bij Vlaag af en toe het tempo niet wat te laag liggen. Ja, eens. Het is lastig, want je wilt ze een beetje lokken. Dat ze uitlopen zodat we er onderuit kunnen voetballen. Maar zij bleven vooral achterin met vijf kantelen en het deed het op zich prima. Misschien hadden wij in details wat dingen beter kunnen doen, waardoor we sneller van kant konden wisselen en het tempo opvoeren en dat soort dingen. Maar in de tweede helft ging het wel beter, vond ik. Dat alleen de eerste helft, de tweede helft bij de aftrap begon het alweer een beetje slapjes. Hè? Je mag zelf de aftrap nemen, binnen 30 seconden krijg je een ingooi tegen op eigen helft. Ja, dat zijn details mogen niet gebeuren. Maar goed, het is hoe je het verwerkt eigenlijk. En vervolgens staan we goed en gaan we door met waar we mee bezig waren in de eerste helft. Dus eens details moeten beter, maar ik vond het al met al wel dominant van onze kant. Ja, want je maakt de 2-0 en dan op dat moment denk je van nou, het is een gelopen koers. Sorry? Je maakt 2-0 en dan ga je ervan uit, het is een gelopen koers. Daar ga je niet vanuit, maar ergens zou dat misschien wel meespelen. Je wilt uiteindelijk gewoon zo lang mogelijk vasthouden. Want als zij de 2-1 maken, ja, dan gaan zij erin geloven. Dus, en vooral de 0 houden is voor ons ook heel belangrijk. Waardoor je uiteindelijk uit kan lopen naar 3-0. Misschien wel meer kon zijn. Maar goed, 3-0 is ook prima. Je zei van, je moet altijd uitkijken dat ze een doelpunt maken. Bal op de lat, dan is het even schrikken. Ja, precies. Kijk, dat soort momenten... Dat moet je voorkomen. Dat is lastig. Dat is misschien ook kwaliteit van die jongen die dat zelf doet. Maar dat zijn wel momenten waarin zij er misschien iets meer in gaan geloven. En als je dat voorkomt, dan voorkom je ook geloof in de ploeg bij je tegenstander. En dat is volgens mij het belangrijkste. Je kreeg bijna nog een hele goede schietkans in die tweede helft. Een breedte paasje van Che. Ja, hele goede bal. Ik moet die bal gewoon minimaal op goal schieten. Ik maai er gewoon vol overheen. Dus dramatisch van mijn kant, maar het was echt een goede bal van Justin. Wat dat betreft, tweede helft, het blijft dan bij 3-0. Maar wat je al zei, dat ook 4-5-0 nog kunnen worden. Ja, als we dat beter... Ik bijvoorbeeld met die kans, ik vind dat toch wel echt een grote kans. En 1-2 andere momenten, als we dat beter uitspelen of net wel goed binnenschieten, dat het uit kon lopen naar 4-5. Nog één momentje in de wedstrijd van jezelf. Beetje domme gele kaart, hè? Vond je? 2-0 voor, nog 9 minuten te spelen, middenveld. Dat is het dus. Als zij doorkomen, ik had het idee dat er een gevaarlijke situatie zou ontstaan. En als zij doorkomen, ja, en het wordt 2-1, dan had iedereen gezegd, pak daar die gele kaart gewoon. Dus het is maar net, ik vond het persoonlijk geen domme gele kaart. Ik vond het... Ik vond hem nuttig. Ik vond hem nuttig in de zin van, ik wil ze niet laten geloven door dat ze gevaarlijk kunnen worden. En dat ze erin gaan geloven. Dat ze die na de 80ste minuut, 85ste minuut voorin gaan lopen en ballen pompen en dat soort dingen. En dat is volgens mij niet gebeurd. Niet alleen door die gele kaart, maar dat was mijn doel uiteindelijk. Goed, ADO doet in ieder geval volledig mee nu met die tweede plaats. Volgende week naar Willem II. Ja, dan kun je bepalen of je ook nog meegedaan voor de koppositie. Superbelangrijke wedstrijd natuurlijk. Ook deze was superbelangrijk, want concurrenten hadden gewonnen. Dat wisten wij. Dus, en Den Bosch staat misschien wel volgens mij derde van onder. Maar we wisten dat ze bij Vlaag gewoon goed eronder uit konden voetballen. Dus deze was belangrijk, maar volgende week is natuurlijk superbelangrijk. En we gaan er met vertrouwen naartoe. Tot slot, lekker zo'n zondagmiddag, volle bak. Ja, zeker. Volgens mij, het is wel fijn in ieder geval als er meer publiek komt. En, kijk, hier zit het meestal wel goed en ze staan altijd achter ons.
En dat helpt ons ook in het veld, denk ik. Maar hoe meer, hoe beter. En zo'n zondag is toch wel lekker. Succes volgende week.